Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hierop, it's Ultrex, de enige echte. Nou, ik heb een oproepje, een vraagje voor jullie. Ik weet dat er ook mensen zijn hier in het gebied waar ik woon, het Rijnmondgebied. Even een vraagje aan jullie. Hebben jullie nog een leuke locatie? Weten jullie nog een leuk plekje waar ik heen kan gaan om te vloggen? Ja, het moet wel een beetje corona-vrij zijn, dus niet het strand of zo. Want daar kan je momenteel even niet terecht, momenteel. Omdat, vanwege de corona is dat allemaal even een gedoe allemaal. Dus, weet jij een leuk plekje? Laat even een berichtje achter in de comments. En dan misschien, ja, wie weet ga ik daar nog wel eens een keer heen om een vlog op te nemen. Het is ontzettend mooi weer de afgelopen dagen. Dus, tijd en reden genoeg om nog eventjes lekker naar buiten te gaan en weer een leuke vlog op te nemen. Ja, de laatste tijd, jullie hebben de andere vlog gezien. Ik zit een beetje krap met de locaties. Ik weet even niet meer 1, 2, 3 wat het beste is om even nog naartoe te gaan. Ik heb eigenlijk alles een beetje gehad, wat ik in ieder geval weet. Dus, weten jullie nog een hele leuke locatie dat je zegt van, joh Marco, daar moet je naartoe gaan om een leuke vlog op te nemen. Laat het even achter in de comments. En dan ga ik die plek zeker weten nog wel een keer bezoeken. Zoals ik al net zei, het moet wel een beetje een plek zijn waar je naartoe kan. De stranden en Oostvoornis meer en zo, dat is allemaal afgesloten vanwege de corona. Er komen een hele hoop mensen. Het is natuurlijk ontzettend mooi weer en iedereen gaat naar buiten toe. Ik ben niet de enige die natuurlijk naar buiten gaat. Er zijn een heleboel mensen die naar buiten gaan. En hoopt het zich een beetje op. En wordt ook de anderhalve meter niet, wordt de anderhalve meter niet goed toegepast. Dus de politie sluit ook stukken af waar het gewoon te gevaarlijk is dat er te veel mensen bij elkaar zijn. Dus het moet wel even een plekje zijn dat je zegt van, nou ja, daar komen niet echt heel veel mensen. Dat wordt niet echt zo 1, 2, 3 even snel afgesloten. Daar moet ik wezen. Dat is de plek waar ik moet gaan filmen. En ik weet nog wel een paar plekjes. Ik bedank alvast een beetje Ger, want Ger heeft me alweer een paar leuke plekken verteld waar ik heen kan gaan. Maar weten jullie toevallig ook nog een leuke plek? Het leek me toch wel even beter om ook nog eventjes een videootje te maken voor jullie. Misschien hebben jullie ook nog wel leuke suggesties, ideeën om weer een leuke vlog op te nemen. Laat het even achter. Ja, met deze coronacrisis kan ik dus niet naar hele grote openbare plekken en zo. Geen pretparken, geen Den Haag of Kijkduin of zo. Dat is allemaal afgesloten. Dus ik ben ook een beetje afhankelijk van de plekken waar ik nog wel naartoe kan en waar je gewoon kan filmen. Dus weten jullie wat? Laat even een berichtje achter. Dit was even een hele korte vlog eventjes, maar het is eventjes gewoon even een oproepje om eventjes aan jullie te vragen of dat jullie toevallig nog een leuke plek hier in de buurt weten. Rotterdam, Spijkenisse, mag wel iets verder. Maar niet echt dat het helemaal in Groningen of in Friesland ligt. Want ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Dat kan natuurlijk niet. Ik ben natuurlijk ook afhankelijk. Ik heb natuurlijk wel een auto, dat wel. Maar ik ga geen 4 uur in de auto zitten voor een plekje waar ik maar een half uurtje kan filmen of zo. Dus dat is niet echt, de bedoeling. Dus in ieder geval jongens, bedankt voor het kijken. Het is ontzettend mooi weer. Het is vandaag zaterdag 10 april is het. En het is zo mooi weer. Het is al 2:30 al. En ik ga toch nog eventjes naar buiten. Want ik weet nog een leuke plek. Dankzij Ger weet ik nog een leuke plek om te filmen. Dus daar ga ik nou even naartoe. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik ga er snel vandoor. Ik pak mijn camera en ik ben weg. Jongens, groetjes. Abonneer eventjes op mijn kanaal. Druk even op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En natuurlijk een duimpje omhoog voor deze video. Ik hoor het graag van jullie of dat jullie nog een leuke plek weten. Ciao ciao van deze kant en tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Het zal morgen wezen denk ik. Ik denk dat morgen weer een nieuwe vlog is. Want dit is een hele korte vlog. Dus ik denk dat ik morgen gelijk weer
de vlog laat zien aan jullie die ik dadelijk ga opnemen. Jongens, groetjes, hoi!